Middenvelder Gregor Breinburg staat vrijdagavond niet in de basis bij de Graafschap tegen Jong PSV. Trainer Mike Snoei verwacht een makkelijke wedstrijd voor zijn nog altijd ongeslagen ploeg tegen de jonge Eindhovenaren en rekent dan ook op een ruime zege. We gaan het jonge PSV echt lastig maken, dus moeten we ook, want we hebben ambitie. En ik vind ons ook veel beter, maar dat moet je allemaal nog waarmaken in die tussentijd. En, maar daar kunnen ze mee omgaan, spreken ze zelf ook uit. Dus hopelijk met een aantal goede goals. Wat zijn de sterke spelers van Jong PSV? Ik denk vooral nummer 10 is een creatieve speler, Ledesma. En ze hebben altijd wel snelle, vaardige jongens voorop ook. En wij moeten zorgen dat we dat uitschakelen en ook heel snel hier thuis met het publiek erachter hetzelfde spel gaan maken. Breinburg was afgelopen interlandperiode natuurlijk naar Aruba. Wat betekent dat voor de opstelling tegen Jong PSV? Op met name verzoek van de medische staf hebben we hem eens voor de wedstrijd tegen Jong PSV eruit gelaten. Ook niet op de bank. En dan is hij hopelijk weer wat frisser, wat fitter voor maandag tegen Jong AZ. Ja, maar zou Thomas met Seuntjes in de spits een optie zijn? Ja, dat is ook een optie. Ja. Maar je bent er nog niet over uit. Ja hoor, maar ik wil het eerst. Tuurlijk, de plannen liggen klaar, dat zou wat wezen. Hè? Maar dat wil ik alleen eerst aan de jongens vertellen. Voordat ze dat bij Regio 8 horen, want dat is een beetje lullig. Simon Kistenmaker heeft onlangs gezegd: die ongeslagen status, dat gaat de Graafschap dit seizoen waarschijnlijk niet behouden. Hoe denk jij erover? Ja, dat weet ik niet. Weet je, achteraf hadden we nu hadden we beter 1 kunnen verliezen en de rest van de gelijkspelen kunnen zetten in 3 punten. Daar waren we nu, hadden we nu zo hoog gestaan. Ja, dat vind ik vervelend als Simon dat aangeeft. Ik heb het ook gehoord. Dus hij zet ons onder druk nu. Hè? Dus, nee, joh, maar dat is wel mooi. Hij volgt ons dus. Hè? En aan ons om. Want ja, iedereen verwacht, hè? Dat is met statistieken, dat die een keer omver gekegeld worden. Maar we gaan dat proberen zo lang mogelijk vol te houden. En dan zien we wel.